Oh nee! Facepalm! Hey kijkers, maken altijd Sturms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Towers Challenge! En jullie zullen vast afvragen, Vincent, wacht even, deze skin hier, die kennen wij niet. Maar dat kan kloppen, dat ben ik ook niet, dat is namelijk de skin van mijn vriendin. Ik zit op het account van Eva. En dan zal je afvragen van, Vincent, waarom zit je op het account van Eva? Nou mensen, dat ga ik jullie haar fijn uitleggen, want in deze challenge wil ik anoniem blijven. Ik moet namelijk zo snel mogelijk eigenlijk naar elk eiland toe waar ik heen kan. Haast, het heeft spoed. En ja, het moet gewoon snel. Het kan niet anders. Ik moet gewoon snel naar elk eiland toe. En oh my god, ik haat deze map. Sorry, ik moet even zeggen dat ik deze map haat. Want ik haat deze map echt heel erg. Er is hier ergens een kist. En ik weet niet waar die is. De challenge van vandaag is dat ik zo snel mogelijk naar elk eiland moet. Maar ik wil eerst alle kisten verzamelen. Alleen nu komt het leuke. Je kan... Ah, hier is die dus. Alles weghalen. Kijk. Deze zocht ik. Als we die hadden, kunnen we gaan met de banaan. Nou, oké. Okay, dankjewel. Dat was leuk. Lief, aardig. Dankjewel, meneer. Hè, naast me. Ik vind u ook heel aardig. Ik hoop dat u mij straks in wil houden. En dat gaan we wel even met jou doen. Peace, peace, peace. Hier, peace, peace, peace. Loop even, loop even. Hier, loop dan. Loop, druif. Doei. Als die gaat lopen, ga ik gewoon schieten, hè. Het is allemaal niet zo moeilijk. Maar de challenge van vandaag, ik ga hem nog een keer herhalen. We moeten zo snel mogelijk naar elk eiland. We mogen niet meer terug. We hebben deze challenge al een keer gedaan. Nu ik naar deze kant op ga, moet ik deze kant op. En mag ik niet meer deze kant terug. Ik heb expres voor biomes gekozen. Waarom? Omdat het gewoon een lekkere, mooie, grote map is. En ja, ik vind deze leuk om te spelen. We mogen trouwens, dat is de volgende regel. We mogen niet naar het midden toe. Ik herhaal, we mogen niet naar het midden toe. Oh my god. What the fuck? Waarom is deze niet op zijn benen? Oh, iets te laag. Deze is wel raak. Oh my god, what the hell? Ik wil het zeggen. Ik weet wel hoe ik raak moet schieten. Oh my god, oh my god. Oeh. Doei. Oké, die is dood. Nu hem even doodschieten. What? Hacker. Hacker. We mogen niet naar het midden, dus dat gaat leuk worden. We gaan gewoon... Ik heb een betere idee. We gaan gewoon eerst lekker die hele buitenrand kapot maken. Gewoon hoppatee. Huppatee. Huppatee. Hop, hop. Ja, en nu? We mogen niet te lang op een eiland blijven. Hup, doei. Zij toch niet te lang op een eiland. Waarom moet je nou zo pushy daar gaan bouwen dan? Ik snap dat niet. Ik snap dat je pushy bent. Alleen, hij bouwt gewoon een huis. Waarom doe je pushy, G? Waarom? Wee. Ja, dat was leuk, hè? Hoi, sukkel. Ga je hok in. Weet beter gemaakt. Weet je wat? Oh, nee! Facepalm! Oké, okay, op naar het volgende potje! Een nieuwe map, nieuwe kansen. Dit moet toch wel goed komen, ga ik vanuit. Het enige nadeel is dat we bijna niks hebben. Nice. Ik hoopte dat het goed zou komen. In deze kist zit dan in ieder geval toch wel even een hele bult meer dan wat in die andere kist ook maar zat. We hebben in ieder geval een goed zwaard. Daar ben ik wel blij om. En we hebben lava. Daarmee kunnen we ook nog wel wat. Maar eigenlijk moeten we gewoon deze boom neerhakken. En dan hebben we gewoon weer nieuwe bouwblokken. Maar we moeten de boel wel goed in de gaten houden. We mogen dus geen eiland vooruit, achteruit. Maar mensen zijn holy damn nou op het midden. Toch niet normaal. Gaat het zo snel. Het is gewoon een gevecht om het midden. Zie je dat? Hij staat daar nog gewoon super chill. Niks te doen. En ik ga gewoon naar hem toe. Uh-oh. 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 Ga dood, ga dood. Ah, nee, is die dood? Gaat hij wel dood? Waar was het? Is die dood? Gaat hij dood? Raak hem, schiet hem dood, schiet hem dood, schiet een pijl! Raak hem! Waarom laten jullie hem leven? Oké, okay, op naar het volgende potje. Oké, okay, de map Bones. Een map die snel, compact en als je een beetje goed speelt, gewoon veel multikills kan maken. Ik dacht van, weet je wat, ik weet dat er meerdere kisten zijn op een eiland, maar we gaan gewoon zo snel mogelijk loot pakken. En armor, dat is het belangrijkste. We hebben nu in ieder geval een broek en een diamond shirt. Zo, ik moet even snel naar het volgende eiland waar ik zeg, wauw, daar heb ik, zie ik dus een diamond helm. Voor deze man gaan we dus killen. Deze man gaan we killen. Als we dood zijn, zijn we dood. Is hij dood, hebben we geluk. Oké, okay, hij ziet niks, hij ziet niks. Het spijt me. Wat? Hallo? Hallo? Hallo! Iedereen staat stil? Tuurlijk! Tuurlijk! Cubecraft! Tuurlijk! Ga zo met je spelers om! Pannenkoekenserver! Nou, nieuwe poging. Als het nu weer fout gaat, dan ligt het niet aan mij. Dan ligt het echt aan de server. Mijn volgende vraag ook aan jullie is, wat willen jullie nou? Willen jullie dat ik nou op deze server ga spelen? Of op Cubecraft? Of op Matters? Ik weet het nog steeds niet wat jullie willen. Het is onduidelijk. Ik weet het nog steeds zelf ook niet. Jullie mogen bepalen, heb ik ook aangegeven.
Oh, ik dacht dat er iemand al naar mij toe aan het gaan was. Alleen, ik wacht gewoon op jullie antwoord. Jullie hebben gezegd van, ja, Vincent, je moet op Mattes blijven spelen. Maar ik heb zoiets. Maar joh, waarom zou ik nu op Mattes gaan spelen als het me nu niet eens goed bevalt? Of ik bedoel op CubeCraft, aangezien het nu allemaal fout gaat als de pest. Kom hier, poes. Pak haar, pak niet mij. Ik moet actie ondernemen. Alleen, ik kan geen actie ondernemen omdat ik van twee kanten gefocust word. Weet je wat? Fuck it. Flip de Fleo. Doei. Ik wist het. Oké, mensen. Ik ben er helemaal klaar mee met... Ah! Vorige potje was perfecte start. Was mijn perfect begin geweest. En hadden we de challenge gewoon kunnen halen. Maar, joh. Weet je wat de surf tegen mij zegt? Doeg, Vincent. We gaan uitvallen. Laat mij in de reacties weten of ik nou op Mattes moet spelen of op CubeCraft. Ik wil het allemaal wel eens weten. Like mekaar's reactie. Want ik wil het echt weten. Ik ga gewoon... Je moet gewoon Mattes, M-E-T-H-U-S of CubeCraft. Goed typen, want ik ga gewoon ctrl-f en dan kijk ik gewoon waar de meeste reacties voor zijn. En anders gaan we gewoon de challenge op een andere server doen. Laat het achter in de reacties, want ik word helemaal gek van de CubeCraft server. Alles gaat fout, niks gaat meer goed. Ik kan gewoon niet tegen mijn verlies. Dat is het. Ik ben heel slecht als het gaat om verliezen. Vooral met dit, als het even niet gaat zoals ik wil. Mensen, ik ben echt slecht. Tot de volgende aflevering, man. Laat de challenge ook even achter in de reacties. En wie weet doe ik jou een challenge de volgende keer. Mensen, ciao!